De gestrande passagiers van de SLM hebben sinds vandaag nieuwe tickets gehad. Tenminste, zij die hebben bevestigd dat zij hun geplande en betaalde reis nog willen voortzetten met de National Carrier. Alhoewel de SLM in haar bericht van gisteren niet duidelijk heeft aangegeven wanneer de vluchten op de Amsterdamroute zullen worden hervat, hebben klanten intussen wel de bevestiging ontvangen dat zij vanaf 20 juli weer kunnen vliegen. Een aantal van hen heeft reeds een nieuwe ticket ontvangen met de nieuwe reisdata. Onze nieuwsdienst begrijpt ook dat het bedrijf een vliegtuig heeft kunnen huren om de vluchten uit te voeren. Vooralsnog zal de Mid-Atlantische route 3 keren per week worden onderhouden.